Dank weer, best lang volhouden inderdaad. Dan moet je er wel genoeg hebben. Gewoon een kreetje vol hebben. Ja, of... het zijn individuen laten lopen. Als ze zich blussen, dan weer opnieuw een effect hebben, dat telt ook. Ja, telt dat? Klopt. Ja, dat hebben we toen al het eerste gedaan, weet je nog? En toen het pas uitkwam, toen die specifieke kleuren nog moesten, of die specifieke types een effect hadden nog moesten. Ja, dat deden we toen met spookjes. Best wel veel. Ja, spookjes straks. We hebben stiekem best wel van de collectors quest. Ja, maar die telde dus ook als je een effect had dat ze een vulnerable hadden. Ja, daarom. Dat was het ideale. Ik wil lekker overdag gewoon een effect zetten. S'nachts. Maar even zo. Ik ben hier al de hele tijd collectors chests naar voren aan slepen. Maar die hebben we best veel. Nou, ik weet niet hoe met die blij zijn als je onze roeiboot zou vinden, niet? Die merchant van net. Nee, die paste wel niet toe. Die hoeft zich ook nergens meer voor te doen. Nee, maar hij steelt het liefste Athena's en zo. Ja, uiteraard. Hij is letterlijk Athena 20 geworden, alleen met gestolen chest. Ah, netjes. 0-20. Ja. We hebben echt wel pokken veel loot. Yep. Zeker. Ik ben heel blij met onze pompoen voor het ook. Het is ook weer sinds kort dat we die heel veel vinden, hè? Nou, eigenlijk sinds dat we vooral naar Reaper gaan denken en we dat toen zeker... Ik probeer je te komen resen. Ik weet niet of je dat redt. Nee, net niet. Ah, je mag ze gewoon killen. Nee, ik moet... Als ze mij niet killen. Ja. Daarom zeg ik al, je mag ze gewoon killen, want je kunt daar wel wachten, maar dat heeft toch geen zin. Ga eens uit dat water, Krenk. Had jij trouwens een 5700 of een XT? Kaart. Wie? Ja. Ik heb een XT. Want je staat mooi bij tweakers in die vergelijking bij. Is het niet 4700 wat ik heb? Ik zou er nee, 57 heb jij. Oké. Okay. Dat was de hoogste kaart toen. Ja, maar ik weet niet of ik de hoogste kaart heb gepakt. Hij wel. Ik zou daar even naar kijken, ik weet het echt niet. Ik kon maar twee skulls vinden van degene die ik had gekild. Ik weet niet waar jij die van jou hebt gelaten. Oh. Dat was... Gingen met een bang de merchant. Ja, ik schoot gewoon de server ondersteboven. Oh. Ik zie een van de skulls hier krijgen, ik zie de gloed van... Ja, die zag ik ook. Die andere had ik hiervoor in het water gelegd. Ik denk dat die al geharpoend is. Ja. Hallo? Maar het duurde lang. Die. Ja, daar is Skull. Ja, die ligt hier voor. Ik pakte een Skull en even tweede, maar ik kreeg hem niet in mijn houden. Ja, hadden we bijna een Flamehart op ons dak. Ja, heb ik ook solo. Het is letterlijk één eilandje verderop. Hier zit nog een gewone captain. Die hadden waarschijnlijk de hele tijd horen gillen als ze bij Fort of the Gambler. Ja. Kleine dingetjes ook maar alvast erop leggen. Er is een emissary bij Blackwater Enclave. Ah, als jullie erop af willen gaan we erop af, maar dat is niet. Nee. En een Reaper bij Crack and Fall. Hoeveel? Ja, één of twee. Trouwens, de 30ste komt season 2 van The Mandalorian.
Ja. Morrow's Peak is ook een emissary. Gooi, ben jij dood gegaan? Nu net, nee. Ik had nog een captain gekild. Ah, oké, okay, ja. Dat dacht dan, harpoen ik jou met die skill, maar ik zag je nergens meer in één keer. Ik ben al op boot. Nou, ik begin wat te varen richting Reaper, dan doen wij die kleine shit ook nog even op de boot gooien. We hebben nu wel wat in de dank u, dank je. Huh? Nee, ik wou vragen, want kun je of je ook nog even helpen met die kleine chat. We hebben trouwens best wel rode jams. Ik ben heel blij dat we een harpoen gehoord hebben. Iemand die liet een skull vallen. Ik niet. Mark, let even op met hoe je het erop gooit. Niet zo erop gooien, want dan kan hij tussen de boot en de Ruby doorvallen. Oh, oké. Okay. Is dat alleen met kleine? Zover ik weet alleen met kleine shit, maar spring er maar gewoon okay. Even overheen. Oké, dat is nog gevaarlijker. Als je het rustig aan doet, niet. Dat ligt niet aan. Inmiddels liggen we bijna stil. Dat ligt meer aan de server. Ja, ik heb ook ineens hogere lijk. Ja, de ping is 2 keer zo hoog als normaal. Ja, ik heb nu een ping van 80 gemiddeld. Nee. Ik ook. Nee, ik ook. Ik zit op 69, 73. Volgens mij zijn we iets verder aan het westen gemerged. Ja, ik moet zeggen, sowieso, als Tango en ik arena doen, de laatste tijd heel veel mensen van het Oostblok wou tegen vechten. Ja. Heel veel Russen. Nou, Russen heb je in iedere game heel veel. Ja, ja, maar normaal hadden we veel Engelsen, Fransozen en zo. En nu is hoofdzakelijk afgelopen tijd echt Russen. Ja, het kan zijn dat ze buiten Londen natuurlijk in Duitsland wat hebben neergezet. Kan. Dan zou de ping te lager moeten zijn. Ja, in Duitsland wel. Nederland en, ja, maar dat is een best wel goede verbinding tussen de Azure Centers van Nederland en Duitsland. En Londen. Er zit een hele dikke fiberlaag. Ja, en in Duitsland ligt hem aan. Frankfurt ligt wel een hele goede in. Tussen Nederland en Frankfurt. Maar de andere is wat minder. Daar zit ook nog een verschil in, afhankelijk van waar de servers liggen. Ja, dat is ook wel zo. Oh shit, ik ben bijna klaar met de chance. Dan verlies je zo makkelijk het zicht over hoeveel loot dat je daadwerkelijk hebt. We hebben altijd standaard veel. Ja, maar zeg maar, vorige week hadden we gevoelsmatig een stuk minder dan nu, in ieder geval. Hoepje. Ik heb het ook niet direct wel veel minder gedaan dan was het vorige keer. De combo die Ashen Lords, die loot daarvan. Als goed is hij trouwens nu geüpgraded, dat je er meer loot van krijgt. Als goed is krijg je er nu ook een... die explosieve chest van. Edge. Ja, die ja. Ik kom even niet op de naam. Hey, nou die skulls, hè? Ja. Kut, drink het ook nog. Ja, maar daar hebben we er niet zoveel van. Nee?
Nee. Gelukkig maar. Ik heb de laatste skull. Yay. Bij mij boven ligt niks meer. En die overige kleine zooi, of die kistjes, die loop ik wel over het dek, Dennis. Heb ik ook wat te doen. Ja, ja. Ja, terwijl ik met z'n vieren in dat ding staan, als een... Ja, dan stampen we dat ding weer weg. Als één iemand even die vlag al was verkoopt. Doe ik wel. That's a very important loot. Mm-hmm. Dan kan ik altijd terug naar de boot mocht ik voor een diversion moeten zorgen als de vlag weg is. Mm. Net zoals vorige week. Die Reaper is aan het varen. Die komt deze kant op volgens mij. Oh nee, huh? Die 25.000 krijgt hij toch niet? Ik zou hem wel even in de gaten houden, joh. Ja, dat doe ik daar wel. Was jij al met de robot? Nee, dat ligt nog wat klein. Ik ben even het laatste stukje loot erop. Er liggen nog wat boekjes links voor. Even gewoon een Captain Squalls aan het gooien, dan. Even wat eten pakken. Een ammo voor de zekerheid. Mocht er iets gebeuren, Klaar voor. Even kijken, oh, hier is nog een ammo voor. Als Mark die zal. Oké. Okay. Ik zal niet. Ik hoorde jou, zag jou uit het water komen. Ik stond hier op de zijkant van een steiger. Ik stond hier op het randje. Ja, ik hoorde hem lopen, dus dat was het. Ik sprong in de captain's quarters. Ik heb niks gezien. Ik check voor de zekerheid. Even geen grap, maar de roeiboot roeide echt heel zwaar even. Ja, dat komt door Tango. Oh, ik heb ook geen rechte roeispan. Wat de fuck is hier aan de hand? Dus die roeiboot die al drie migraties. Even kijken, die Reaper 2 zit nou bij All of Last Worst richting Dekker Toet. Dan heb ik een emissary bij Galleon's Grave. Meer zie ik op het moment niet. Maar wel, Devil's Thirst zit ook nog een emissary. Voordat we al. Als die deze roeiboot jat, is die wel in één keer crit. 5. Ja, en dat 10 keer. Ja, ik kan dat zeggen. Ik kan ze vlag 20 keer omhoog en omlaag lager doen. Dus gewoon één stukje loot pakken en dan inleveren. Oh ja, 5. Oké. Okay. Vlag naar beneden, vlag omhoog, volgende. Oh, we krijgen zo de storm. Ja, wat er gebeurt er? Ketting. Oh, ik word blackscreened. Oh. Gaan wij de 2 miljoen halen? Ja. Oh, jawel. Jezus, we zijn nu al een miljoen op. Van ton ver. Ja, die loopt achter, hè? Mhm. Behoorlijk.
collector's chest gewoon niet direct verkocht. Ik heb de eerste Arpine. Ik heb er ook al eentje verkocht. Ja, en ik heb al een bounty verkocht. Atina, 50k, hard flaps. Gewoon 15k voor Atina. Nice. Daar gaat iets voor 10k, dat is een... 25k. Dit is zo chill om zo te verkopen. Die collector's chest gewoon verkopen, ja. Ja, mooi niet. Voor die kleine. Nee, voor de kleine. Dus twee. Ja, het is twee stappen en je staat. Normaal gesproken moeten we verder lopen. Ja. Dit is gewoon zo fijn aan de Reapers. Alles op één plek en je kunt de Reboot helemaal tot hier binnen krijgen. Nou ja, dat kun je met de rest eigenlijk ook, hè. Ja, maar dan heb je niet alles op één plek. True. Dan kijk je toch een beetje rond het eiland. En dan moet je maar hopen dat alles uit die Reboot is. Anders kan je weer terug. Waarom pak ik al die trinkets op? Create infiling, filling the coffers. Create 1, filling the coffers? Ja. Laten we eens kijken wat dat was. Oh, wat? What the fuck, ik zat vast. Kijk hoe snel we dit verkocht hebben. Dat is echt chill. Ja, maar ik denk niet dat we er 2 mil gaan halen. Ik denk het net niet. Ging ineens heel hard naar beneden, om het zo te zeggen. Qua tempo inderdaad, ja. Ook, maar ook wat nog in de boot ligt. Ik krijg deze shit niet eruit. Kunnen we een reboot kapot branden? Ja, een blunderbom zo opgooien en zo. Ik weet niet of hij. Even kijk, wacht. Ik ga hem even terug naar het water duwen. Dan zinkt hij in ieder geval als hij weggaat. Ga eens aan de kant, Mark. Als hij in het water kapot gaat, dan zinkt hij en dan komt er eigenlijk de loot naar boven. Moet je niet in die kant duwen, hoor. Ik duw niet. Ik was gewoon op een spray. Denk komt terwijl je. Breakdown. Yep. Zullen we die vlag naar beneden vallen? Er komen. Ja. Oh. Foto de vlag naar beneden? Nou, wacht maar even. Huh? Wacht maar even. Even kijken. Wacht, even niet meer duwen, jongens. Even. Ik doe helemaal niks. Nee, Mark was aan het duwen. Gaan jullie maar terug naar de boot. Goeieboot is aan het zinken. Hij gaat misschien mensen afschieten, maar hij gaat niet naar ons toe. Tot nu toe. Hartstikke. Knoepen vast.
Oké, die kreeg. Ik kreeg twee emissaries van het een of het ander. Het lijkt op een... is iets roods. Ja, ze schiet iemand af. Over. Land ook op het eiland. Eiland achter de dingen. Oh, ze zijn met z'n tweeën op. Ik raakte er een. Die is dood. Waar is die andere dan geland? Hij, die was hier achter volgens mij geland. Of dat was die? Hij komt volgens mij binnen langs, Dennis. In kunnen boren. Mark, hier. Ja. Mag ik ook even één stukje? Lekker twee stukjes loot in het water. Mark, hold my beer. Nee, hij komt niet binnen langs sowieso. Kunt komen, Ries, mag je ook gaan. Kijk, deze, wat deze doet. Oh, ik ga even dit kanon proberen te gebruiken. Ik denk dat ik nou... Ik denk dat ik toch ga redden. Oké, het zijn niet de meest snaggere mensen. Nee, we zijn nou wel aan het schieten. Oeh, dat is veel te ver, Dennis, denk ik. Wel, nee, want die gaat om dat eiland heen, ja, klopt. Ik zou hier naar het eiland gaan, Ries. Ja. Mocht Dennis missen, dan heeft Mark een kans en anders heb jij een kans. Ik lig voor ze. Ze gaan me zien waarschijnlijk. Ja, daarom. Dan hebben we gewoon drie kansen. Oh, ik ben dood. Ze stonden me op te wachten met zwaarden en zo. En ik lagde als een motherfucker op die boot. Kut, mermaid. Ik zie er eentje zwemmen. Hij mist. En ik kom terug. Naar rechts rijden. Oh, ben ik mee bezig. Ik won van... oh, er is het hoop. Oh, nee. En ze klappen op het dok. Oh, ze komen weer mijn kant op. Ze hebben het niet naar hun zin. Laten we het daarop houden. Ja, nou kun je boren, Ries. Ik kan zelfs lopen dan boord als ik wil. Ja, daarom. Daarom zeg ik al. Nou kun je boren. Ik ga ook overgooien. Kijk even beneden deks. Ik ben achter heel klein beetje omhoog in het halen. Misty, je blunderbus, joh. Oh, we hebben fucking veel hand! Er is nog eentje leven beneden. Ze hebben al een gaten kunnen fixen. Nog eentje leven beneden. Ik zag het. Ja. Hou jullie maar onder controle. Chest of Ancient Tributes. Nice. Moeten we wat gaten erin krijgen. Komt goed. Doe jij je leegmaken, Mark? Ga ik de boot terug? Ja, onze boot. Ja, is leeg. Dan ga maar de jongens helpen. Sorry, Dennis. Maakt niet uit, ik heb er beneden geen last van. Ja, je kan toch splash damage krijgen? Onder water, ik sta vol in het water. Ja, oké. Hey, ik pak even een schepje water eruit, zodat wij die in de bucket hebben. Span erin terug, kom naar beneden. Ik heb...
2 dood. Ik weet niet wat 3 is. Gast. En die zit sowieso met een dilemma. Ze kunnen wel overboord springen en naar mij komen, maar ja, ik heb toch niks aan boord. Nou, je wil niet weten wat er hier in die rowboot zit. Ja, ja, maar ik bedoel, ik heb niks meer aan boord. Dus hun hebben een dilemma van, blijf ik aan boord, word ik gekild? Of ga ik proberen bij die galleon te komen? Al komen ja, ze bij precies. Mij, het is geen paniek. Als ik doodga, ja, so be it. Ja, hebben ze een vlag. Oh, komt er weer een. Komt hij met de blunder? 1 keer geraakt. Eentje dood, 2 dood. Nou ja, hebben ze een vlag? Nog niet direct natuurlijk. You didn't make the best choice in your pirate career, I think. Hebben ze anders weer een gaatje erbij, of niet? Nee, ik ben nog niet in de buurt. Ze zijn... Nee. Ja, we zijn aan, ze zijn aan het branden, zeg maar. Ja, maar dat duurt even. Dat is een eigen koekje van eigen regio. Die wordt gewoon niet... Blunderbuss in your face, vriend. Daar komt een raadje en nog een raadje. Oh, laat ik even ammo pakken. We zullen ieder moment weer respawnen. Er waren mijn cannonballs op. Komt er één. Spring overboord. 2. Ik ga gewoon ankeren. Dat zal mij wel zo zijn. Ik ga ook overboord. Oké, ik blijf aan boord. Ik heb er één geraakt. Emmertje teruggegooid. Er komt er één jouw kant op. Dood. Ik heb er eentje dood. Ik ga achter die andere aan. Kijk waar een roeiboot ligt. Ja, op land. Oh. Ik ben dood. Hij zat onder me. Hij loopt op het eiland. Ja, dan is het erbij. Als je me kan ressen. Volgens mij zag ik er. Nee. Ik was hem in één keer kwijt. Kijk die roeiboot hier liggen. Die ja, die open. Kwam echt fucking mooi uit, jongen. Het is nog een poenboot ook, dus. Heb je die ene kist ook daar? Ja. Die change in tribute komt daar omhoog gedreven. Oh, daar is er nog een. Zal zo'n mermaid die omhoog kwam? Yeah, I don't think you're gonna make it, but... GG, though. Oh, sorry. Dat was niet de bedoeling. En nog 2 gratis Reaper chests. Had ik hem niet eens gezien. Oh, ik heb die Agent Tribute hier. Jachten natuurlijk, we klappen even die... die 5 weg, ja. Want die zijn aan het verkopen. Oh, Order of Souls Grade 4. Deze mannetjes zijn mijn favoriete mensen van de maand. Yep. Ja. Nu is de maand wel bijna om, dus volgende maand moeten we weer van die mannetjes hebben. Hey, komen ze godverdomme nu met een key aanzetten, hebben we net die kist gekocht. Zit. Ah, fuck. Fuck off! Zit er niks bijzonders in? Hier moeten nog 5 planken bij. Ik heb net een storage crate aan boord gezet. Twilight Stormfish! Ga maar gewoon dadelijk gewoon aan boord gooien en dan doen we dat dadelijk daar binnen wel even apart pakken, die storage crates en zo. Is alles aan boord? Mij wel. Yep. Er is nog een mermaid. Ja, we zijn niet aan boord. Ja. Een robot kan toch aan boord zijn? Nee. Nee. Niet specifiek, nee. Als hij al gespawned is, niet. Nee, als hij al gespawned is, niet. Nou, gewoon even goed opletten met z'n allen. Heeft iemand die Reapers vlag gevonden trouwens? Ze hadden een Reaper TV3 vlag op zich. Die heb je van mij uit mijn klauwen gejat, volgens mij. Wacht even, dan ligt hij. Dan kan het zijn dat hij. Ik heb wel de Order of Souls vlag gezien, maar. Hij zei GG, maar hij zei niet heel blij GG.
Nee, ja, nee. Uiteraard niet. Hij zei echt zo, oh, GG. Ik denk dat hij een beetje zich vergrabbelde dat wij klaar waren met verkopen, zeg maar. Ja, die denken wij schieten even over en dan klappen we ze. En toen werden ze geklapt. Yep. Als dat hij nou gewoon met zijn brik weggevaren was. Ja, dat leek het op. Leek het op. Dan hadden wij niks kunnen doen. Als hij 10 minuutjes had gewacht, dan had ik gezegd, wel trusten tot de volgende keer en dan hadden hun kunnen in. Ja, daarom zeg ik, als ze gewoon weggevaren hadden. Dan was er niks aan de hand geweest, want die hadden wij nooit bij kunnen houden, Brik. Ik had het niet eens geprobeerd. Nee, daarom. We hadden ook echt niet verwacht dat we zoveel loot hadden. Nee, maar dat hadden we dan ook niet geweten. Dit is gewoon een hele gold vault van... Ik keek ook echt achter. Ik denk van, hey, ze hebben een robot. Holy fuck! Dit is een beetje de reactie die ik had toen ik op dat schip schoot waar ik bij zei, dit is how you reaper. Dat ik denk, ja, dat ja. Dus zo voelt het dus om bij ons aan boord te komen. Ah, het scheelt, ze hebben wel 5000 gekregen van ons. Oh, maar nou weet je ook hoe het voelt, hoe mensen zich voelen als ze bij ons aan boord komen. We hebben toch geen stronghold shit verkocht van ze? Oh nee, dat is alleen met stronghold. Wauw. We hebben toch 2 miljoen gehaald. Ja. Even kijken of we hier die cannibal crate nog kunnen vullen, jongens. Met wat van die storage crates. Had iemand nog die Reaper verkocht? Ja. Zo, hier gewoon echt met over de 100 cannibals. Oh, deze crate zit vol. Wij zijn loaded on supplies, dat tikken we wel even. We hebben trouwens ook nog wat die ghost storage crates aan boord. Die had ik niet gepakt vanwege dat er mogelijk een aanvaller zou zijn. En zo zien we weer. Ik had gelijk. Ja, ik moet de boot denk ik ook dichterbij leggen. Mermaid verdwijnt ook. Dit gevecht hadden we met base supplies kunnen winnen. Ja. Ik heb... we hebben 5 cannonballs geschoten volgens mij. Ries 2. En ik daarna 3. Ik ook wel een paar. En chain shots. Ja, chain shots wel. Maar dat is ook allemaal default shit. True. Filling the coffins. Crate 1. Ja, crate 2 following the tail. Geen idee welke combinatie jullie gaan. Het is voor de Reaper. Secret stolen. Ik ben een max met stolen goods. Als zij een idee 320 of any training company items. Oh, no. Even kijken, filling the coffers. Ik zit nu op crate 2, sell 20 Reapers bounties. Oh, dus dat was. Die heb ik niet. Oh, wacht, ik moet nog even refreshen. Nee. Sell 20 Reapers bounties while flying the Reapers bones. Dus filling the coffers. Oh ja, dat zou kunnen, ja. En goed dat ik er... Het was maar goed dat je die andere roeiboot eruit geduwd hebben, anders hadden we geen plek gehad. Ja. Het is wel mooi, we hebben ooit 2 grade 5 reapers verkocht, of tenminste heb ik ooit gedaan. Gek hoor. You sold 25 reaper bone emissary flags, dat hebben we ook gedaan. Ik heb een 5 grade 5 verkocht al. Ja, dat zou best kunnen. Ik heb er 2. We hebben s'nachts nog wel eens gedaan, Dennis. Maar... Even kijken, waar zie ik 10? Ik heb er 8 van de 25 van de Merchant Alliance. 2 5 van de Merchant Alliance. Even nog een laatste check over de boot. En dan denk ik dat we alles hebben. Oh, en following the call, waar ik net inderdaad ben ik creed. 3 geworden, dat was Reaper's Chest, die andere is Reaper's Bounty. Dat waren die 2 combinations waarbij we omhoog gingen. Ik ging er met die stolen shit ook omhoog.
Ja, dat is waarschijnlijk de Order of Souls of Cold Order. Ik denk dat ik die al gemaxed heb, dan. Je moet eens raden hoeveel levels ik omhoog ben gegaan. 2 of 3? 3? Ik ben nu 74.25. Wow. Ja, maar hey, sowieso wat we al aan bounties en zo hadden, die Athena chest en dan net die stolen loot, dat tikt aan. Ik wil even niet veel zeggen, hè, maar Roy kan dit bevestigen. Volgens mij, als ik me niet vergis, dat we rond de 8 ton verkocht aan goud. Ik ga eens even kijken. De bloem is niet meegeteld. Ja, want ik zit niet... Ik was begin 21 mil en nu zit ik echt gewoon bijna bij de 22. Ja, ik was begin 30 mil en ik zit nu bijna op 31 mil. 802.595. Kijk, en er komt nog 5000 bij. Ja, haal alles verkocht trouwens. Dus ja, haal de vlag dan maar af. Ik had al gevolgd. Scheepje heeft het goed gedaan vandaag. Ja. Toch niet voor niks geld uitgegeven. ik kan dat volgende week doen, want dan zullen mijn coins er wel bij zijn. Oh, had je Ancient Coins gehaald? Ja, maar die had ik via de Microsoft Store. Die had ik via de Microsoft Store, want dat scheelt me 3,50. Of 2,50, wat is het nou? Van 35 voor 31,5. Ja, ik had nog Steam te goed, dus dat is... Ja, maar... Nu gaat het mij ook niet om die 3,50, zeg maar. Maar ja, als je die 10% krijgt van Microsoft, ja, maak ik gebruik van. Ja, ja. Waar was die stoel? Oh shit, we hadden nog vis, toch? Twilight Storm vis, toch? We hebben nog groeibootjes. Ik heb één Twilight Storm vis, ja. Ja, en ik heb ook nog een Rum Battletail. Ja, ik kan niemand meer resten. Wat gaan we doen dan? Met een fikkend schip varen naar North South Sea Coast. Hold. Misschien dat alleen even beneden uitgemaakt moet worden. Ergens deze kant op moet het zijn. Laat het vuur maar aan, hè. Hoi. Ja, zet we dadelijk wel weer in de fik. Nee, met een fik in de boot varen is cool. Want we hebben geen firebombs meer. Niet veel in ieder geval. Ik heb er nog één, dat is genoeg. Oh, hier zit er meer vis in. In firebomb is genoeg, hè. Ik moet het hier achter sowieso uitmaken, want anders sta ik dat dan natuurlijk aan het stuur. Nee, ik regel het. Ik regel het wel, want ik pak gewoon eten en ik riep eten daar doorheen. Niet uitgooien. Gooi het alleen bij het stuur uit. Achterop staat nog in de fik. Gooi het gewoon steeds bij het stuur uit, zeg maar. Oh, we hebben trouwens waarschijnlijk beneden een gaatje, dus misschien moet iemand even pelen. Wat wil je nou? Eerst wil je een fik, dan mogen we het gaatje niet dichtmaken. Wat wil je nou? Je mag het gaatje gerust dichtmaken, maar we moeten wel iemand delen. Dat hoeft toch niet, want het ligt al voor de seapost. Kunnen we zwemmen? Dat is waar. Ik heb een boot nodig. Nee, eens kijken of we dat kunnen redden, dobberend. We kunnen natuurlijk ook gewoon wat zeil geven. Helpt ook. Maar die komen vanzelf een keer naar beneden. Ja, daarom. Auw. Zeltjes in de wind.
ruim je het anker. Laat de boot gewoon doorvaren. In de fik. Oh, kan ook. Kan iemand mij helpen dan met racen? Snel. Voordat... Oh mijn god. Dat dus. Auw. Hebben we alle vis van boord? Ik heb de mijn vis in ieder geval. Ja, ik heb ook wat... Ik zie niks meer in de wereld. Ik weet niet waar dat zou moeten liggen. Ik ben een stokje cage even aan kijken, maar dan zie ik ook niks meer in. En Nannis. Wel mooi uit, zo. Gewoon een ouderwetse fire send-off. Ja, maar dat is niet ouderwets, hè? Oh, dat is alweer even geleden dat we dat gedaan hebben. Nee. Meestal niet zo send-off wel laten zinken erdoor. Ja, oké, okay, dat wel. Deden we in het begin, hè? En fik zetten en laten varen. Hé, hey, de boot is uit. Terug, nee, ga erin. Ja, dat weet ik. Sst. Pak de mermaid, de boot is uit. Kijk die screenshot die ik heb gemaakt. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik niet dichterbij kon maken, want ik heb de mermaid erop. Spooky, spooky. Je ziet het paarse licht achterop wel nog. Dat is grappig. Ja, en de Reapers vlag ook. De dingen. Oh, Mark heeft last van haaien. Wauw. Your ledger position, moet je eens kijken. Waarschijnlijk zitten we ergens in 1000 of zo. 3563. Wij staan bijna 2 miljoen voor. Wat? Ja, 1,7 miljoen. Daarnaast staan wij. Ja, 1,75 miljoen staan wij voor. De nummer 2. Ja, ik ga in ieder geval de stream ermee stoppen voor vanavond.